worden. Hier worden koeien gewassen. Maandag hebben ze ook al gewassen. Maar dat doen we nu, je ziet het, ze gaan lekker in bad. En daar worden ze weer keurig schoon. En dat ze er weer tiptop bij staan. Willem Bakker doet voor de 40ste keer mee aan de veekeuring. Deze kant nog, hè? Dit wordt zijn laatste editie. En ik denk dat het redelijk gaat lukken, maar je weet nooit wat er voor je komt. En de jury beslist, hè. Dat is belangrijk. Wat is er nou zo mooi aan deze veekeuring, meneer Bakker? Het mooie dat je weer blij bent als het einde van de dag is. Nee, mooi de competitie onder elkaar. En dan denk je thuis dat je een hele beste koe hebt. En dan kooi je hier en dan valt het wel eens tegen. Bakker hoopt dat de passie wordt overgedragen. Hoe ging het? Nou ja, ging wel. Stond vierde. Dus het nou, gewoon netjes. Ja. Het leuke is, het is jouw eerste keer en het is meneer Bakker, Willem Bakker, zijn laatste keer. Ja, klopt. Ja. Als ik dan hier weer kijk, is de jeugd wel weer enthousiast. Dat vind ik toch weer heel mooi van zo'n keuring. Ook om het te organiseren waar ik in het bestuur zit. En dan is er elke keer komt het wat later op gang, het aantal deelnemers, maar toch. Ja, als zo'n dag er is, is het toch weer een pracht.